Hey, hallo en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Jorike en ik heb vandaag een Action Shopdag voor je. Want ik ben namelijk zojuist bij Action geweest. Ik heb het hier voor me staan en ik ga het jullie zo meteen laten zien wat ik heb gekocht. En dan zul je misschien denken, alweer? Ja, alweer. Ik heb nu 2 weken geleden ook een Action Shopdag met jullie gedeeld. Maar dat heb ik via Click & Collect destijds besteld. En helaas kon ik via Click & Collect niet alles bestellen wat ik eigenlijk nodig had. Dus heb ik ervoor gekozen om de 10 minuten shopping privé sessie in te boeken. En dat heb ik echt zojuist gehad. Dus ik kom daar nu net van terug. En ik moet zeggen, 10 minuten is heel erg weinig, vind ik. Ik had het idee, want daarvoor ging het heen. Je ziet het al hangen hier achter mij, de vlaggetjes. Ik moest namelijk ik wilde graag een tractatie voor Sarah samen gaan stellen. En daarvoor wou ik graag wat bij Action halen. Maar dat kon ik niet bestellen via de Click & Collect. Dus vandaar dat ik het even zo had gedaan. Alleen naast dat ik die tractatie nodig had, of tenminste wat inhoud daarvoor, wou ik ook nog graag wat andere dingetjes. We hebben namelijk een overkapping in de tuin en daar heb ik hele leuke manden onder hangen. Alleen heb ik vorig jaar bij het aankleden daarvan die hangmanden gewoon echte bloemen in gedaan. Maar er niet bij nagedacht dat ik die dan natuurlijk heel vaak water moet geven. Dus die bloemetjes zijn doodgegaan. En dat is natuurlijk op zich niet erg, maar ik heb geen zin dat dat dit jaar weer gebeurt. Dus het was mijn bedoeling om ook wat kunstplantjes te halen en wat kunstbloemen. Maar dat is niet gelukt, want 10 minuten is gewoon echt super kort. Je moet heel efficiënt de winkel door en weten waar het ligt, hoe je het zo snel mogelijk kunt pakken. Eigenlijk had ik haast een planning moeten maken om het goed te doen. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga gewoon nog een keertje voor die extra dingetjes. Voor nu heb ik in ieder geval wel gehaald wat ik nodig had voor Sarah, voor haar tractatie. Want ze wordt 19 maart, wordt ze 2. En ik vond het wel leuk om dan de tractatie iets aan te kleden. En dat er naast wat lekkers ook iets leuks voor de kindjes in zit. Want ze gaat dan tracteren op de kinderopvang. Goed, lang genoeg gekletst daarover. Ik ga jullie natuurlijk laten zien wat ik heb gekocht. En ik ga gewoon random beginnen. Ik heb hier 2 tassen staan. Ik was in totaal 40 euro en een beetje kwijt. Ik zal de producten even in de beschrijving zetten. En daar dan ook even linken wat de prijzen zijn. Dan hoef ik dat niet allemaal op te zoeken. Dat vind ik even makkelijker. Ik heb deze meegenomen. Dit is een heleboel klei van de Play-Doh. En dit stond niet op Click & Collect, maar ik wist dat ze dit af en toe hebben. En dit zijn dus hele kleine potjes klei. En waarom heb ik die gekocht? Voor de tractatie. Ik heb nog zo'n... die komen we zo wel tegen. Ik heb nog een verpakking. Want er zijn 12 kindjes op de dag dat Sarah gaat tracteren. En dan krijgt dus elk kindje zo'n potje klei. En de reden dat ik voor klei heb gekozen is omdat Sarah op dit moment klei echt heel erg leuk vindt. En dit ook nog wel iets is waar een kindje echt wat aan heeft. Dus zodoende. En daarbij heb ik dan dit soort tasjes gekocht. Om ze daar in te stoppen. Ik wou eigenlijk heel graag van Minnie Mouse. Want ja, dat zie je hierachter natuurlijk al wel. De vlaggetjes heb ik ook van Minnie Mouse. Ze is helemaal weg van Minnie Mouse. Alleen dat hadden ze niet. Ze hadden wel Frozen en... Cars, Paw Patrol en wat hadden ze nog meer? Ja, bepaalde soort prinsessen, maar dat zegt daar gewoon nog niks. Dus dan heb ik gewoon voor ballonnen gekozen. Even kijken. Hier is de andere verpakking. Kijk, ik heb er dus 2. Zodat ik er genoeg heb, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Toen was ik dus op zoek naar die nepbloemen waar ik net over vertelde. En toen kwam ik deze tegen. Kijk nou hoe cute! We hebben een konijn en ik vind dit heel erg schattig. Dus of ik ga het buiten neerzetten in de tuin of ik ga ze binnen neerzetten. Want ik vond het ook wel heel toepasselijk bij Pasen. Ik vond ze wel heel erg schattig. Dus deze. Dan zei ik al dat Sarah Minnie Mouse heel erg leuk vindt op dit moment. En toen kwam ik dit tegen. Hoe leuk, zo'n serviesje. Zoiets heeft ze nog niet. En dit leek me wel heel erg leuk voor haar. Het staat op natuurlijk dat het vanaf 3 jaar is en ze wordt nu 2. Maar Sarah is wel heel erg al bezig met het rollenspel. Ze heeft ook wat van het keukentje van Max en dat gebruikt ze elke keer. En dat is echt zo leuk om te zien. Dus toen ik dit zag dacht ik superleuk. En deze die krijgt ze nog als klein cadeautje als ze daadwerkelijk jarig is. Want voor de beeldvorming mag je me niet op Instagram volgen, dan heb je dat waarschijnlijk gemist. Sarah haar verjaardag hebben we inmiddels al gevierd. Eigenlijk met als reden omdat Michael binnenkort 3 weken naar Zweden is. En dat is voor zijn werk. Maar daardoor is hij er met haar verjaardag niet. Dus op haar verjaardag zelf vind ik het dan nog wel leuk om iets kleins te geven. Dus dat was dit.
Even kijken, dan heb ik nog wat random dingetjes die ik eigenlijk nog wel altijd graag even in huis wil hebben. Dit zijn van die viltjes die je onder de stoelen kunt maken. Dit gebruik ik onder andere voor de kinderstoel. En die worden natuurlijk af en toe vies, want er valt wel eens wat op de grond bij ons. Zoals waarschijnlijk bij heel veel mensen. En dan vervang ik ze soms, want dan glijden ze vaak niet zo goed meer. En ze slijten natuurlijk ook wel behoorlijk. En deze die plakken aan van zichzelf. Er zitten een heleboel verschillende soorten in, dus die vind ik wel heel handig. Dus die heb ik even weer meegenomen. En die kwam ik tegen omdat ik eigenlijk dit zocht. Ik heb namelijk spanbanden nodig. Van deze sjouwbanden. Die kun je gebruiken om in de auto, zeg maar, om iets vast te maken. Dit gebruik ik ook als bij de fietsen dragen, bijvoorbeeld om het extra strak vast te maken. Maar ook bij een aanhanger als je iets meeneemt of iets. En ik heb er nu twee gebruikt in onze tuin. Want wij hebben stoel daar staan, of een bank, van een lounge set, zeg maar. En een van die stoelen die was wat ingedeukt, die was wat kapot gegaan. En nu heb ik dat met spanbanden gerepareerd. Alleen, ja, die blijven er dus dan om zitten voorlopig. Dus dan heb ik wel even een nieuwe nodig. Dus die heb ik meegenomen. En dan had ik ook heel praktisch nog, en dat ligt altijd een beetje op dezelfde plek, nog dit soort tape heb ik nog meegenomen. Want deze gebruik ik altijd voor het dichtmaken van pakketjes. Ik ben namelijk fanatiek aan het verkopen en op Vinted onder andere met de kleding van de kinderen. Want wij gaan de zolder verbouwen en ik heb dus wat meer ruimte nodig. En dan gebruik ik deze altijd voor het dichtmaken van dozen. Vind ik heel erg handig. En dat was rap gegaan, dus ik heb er maar gelijk even twee gehaald. Dat leek me wel handig. Even kijken, wat heb ik dan nog meer? Oh, ik heb nog zo'n pakketje met zakjes, want die zitten er 10 in en anders had ik net te weinig. Dus die. Dan ben ik bezig met hele leuke plannen. Ga ik in deze video verder nog niet te veel over vertellen, maar ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen business, zeg maar. Maar meer ga ik er niet over zeggen. Maar daarvoor heb ik even notitieboekjes nodig en ik heb deze superleuke gekocht. Helemaal lekker zacht en fluffy. Dus die. En nog één hele praktische voor het uitwerken en uitschrijven met een ringband. En ook lijntjes, dus dat vond ik ook wel heel handig. Dus daar heb ik er twee van meegenomen, zodat ik even goed mijn ideeën op papier kan zetten. En zodra ik daar, naartoe ben, zeg maar, op het punt ben om daar wat over te gaan delen, dan doe ik dat uiteraard. Dus wil je weten wat er allemaal aankomt, zorg dan vooral even dat je abonneert. Dat is helemaal gratis en ik deel het hier op YouTube, maar natuurlijk ook op Instagram, als het eenmaal zover is. Maar ik heb nog wel even tijd nodig. Goed, in ieder geval, dit heb ik alvast gekocht daarvoor. Oh ja, en dan kwam ik deze hele cute. Kijk nou, dit is toch schattig. Voor de paasaankleding in huis vond ik dit ook wel heel erg leuk. Ik heb al een heleboel konijntjes en dingetjes van Pasen. En ik vond deze wel heel schattig erbij. Dus die heb ik nog meegenomen. En dan zocht ik voor Sarah haar haartjes nog van die kleine elastiekjes. En ik heb deze nu meegenomen. Ik weet helemaal niet of die fijn zijn. Maar ik gebruik zelf ook altijd van dit soort elastiekjes alleen dan grotere golven om mijn haar vast te maken. Dus ik dacht, we gaan het eens een keertje proberen. Want zij krijgt nu ook steeds langer haar. En dan kan ze dus ook een staartje in. Super schattig. Dus die gaan we proberen. Dan is één tas leeg. En dan heb ik hier nog een tas. Er zit niet zo heel veel in, maar nog een aantal kleine dingetjes. Ik had nog weer sokken nodig. Ook zoiets heel praktisch. Ik gebruik altijd deze. Die bevallen me heel goed. Die zijn lekker van katoen. En die zijn zit lekker veel stretch in. Die zitten heel erg lekker. Maar die slijten wel natuurlijk. Dus ik heb even weer nieuwe gehaald. Zodat ik weer genoeg heb. En ik koop altijd van die lagen. Zodat ze lekker in de sneakers goed onder blijven. Of tenminste net zichtbaar zijn. Maar niet van die hele lange. Dat vind ik dan niet zo mooi. Dus gewoon simpele basics. Maar die had ik weer nodig. Oh ja, voor Sarah's verjaardag heb ik ook nog deze gekocht. Deze leuke rolfluitjes. Vond ik wel leuk om er nog bij in te doen. Maar maakte het toch weer net wat feestelijker, dacht ik zo. En Sarah vindt het zelf ook gewoon helemaal leuk. Dus ik dacht, kleine moeite. Dus die doe ik er nog even bij in. En dan heb je in mijn vorige Action Shop nog kunnen zien dat ik deze kocht. En ik moet zeggen, ik heb het nu een aantal keer gebruikt en dit bevalt me goed. Hij ruikt heel erg lekker en hij wast gewoon goed schoon. En ik vind het een goede prijs bij Action. Dus ik dacht, ik haal er nog eentje. Dan heb ik in elk geval weer even genoeg. Die andere die ik trouwens in de vorige shoplog liet zien van Ecover, die bevalt ook heel erg goed. Maar die zijn natuurlijk wel een stukje duurder weer dan deze. Dus ik ga dit denk ik afwisselen. Deze met de Ecover. Want vooralsnog ben ik positief verrast. Dus deze.
Even kijken. En dan, oh ja, er was nog iets wat niet op Click & Collect stond, maar wat ik wel heel veel gebruik. Dat zijn deze tissues. Die zie je natuurlijk altijd in mijn Action Shop logs voorbij komen. Maar die waren dus niet via Click & Collect te bestellen. Ik heb gelijk 3 pakketjes gekocht, zodat ik weer een voorraad heb, zeg maar. Vond ik wel handig. En toen ik daar toch was, heb ik gelijk ook nog even zoeken losse meegenomen. Daar had ik nog wel wat van liggen, 2 geloof ik. Maar dan heb ik even weer wat. En dat was het dan. In totaal was ik €40,38 kwijt voor alles wat ik jullie zojuist liet zien. Wil je weten wat het per product kostte? Kijk dan even hieronder. In de beschrijving zal ik dat even noteren. Wat misschien dan nog wel leuk is om er even bij te vertellen, om het vooral rondom die tractatie zeg maar af te maken, is dat ik van plan ben om van die voorverpakte cakejes erin te doen als tractatie zeg maar. Dus dan heb je het zakje met een fluitje en klei en dan dus een cakeje om op te eten, zeg maar. Dus dat is de bedoeling. En ik ben van plan om de cakejes van de Lidl te kopen. Die hebben van die cakejes, volgens mij koop je die in een doosje van 6. En dat zijn gewoon van die zachte cakejes met witte glazuur erop en van die sprinkles erop. Want die vond ik wel geschikt voor een kindje van 2. En ze zit in een groep met de meeste kindjes tussen de 1,5 en 2,5 jaar. Dus ik denk, nou, dat is dan wel leuk en dat kunnen ze dan denk ik ook allemaal wel eten. Dus dat is hoe de tractatie eruit komt te zien. Ik hoop dat jij het leuk vond om deze video te zien. Was het zo, doe dan vooral even een duimpje omhoog, zou ik heel erg tof vinden. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer je even en dat is helemaal gratis. En dan zie ik je heel graag in de volgende video of vlog. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. Doei doei!